het is middag, het is, ik zal even op de computer kijken, maar de juiste tijd, 12 uur 38. En dacht dat ik weer lekker, heerlijk thuis blijf. Ja, Rebecca die is onderweg hier naartoe. Vrouw ligt op de bank, zoals normaal. Ewin zit daar te wachten op wat eten. Ook Gandalf is van de partij. Die zit daar. En ik ben met de vlog bezig van afgelopen zaterdag. Die ga ik renderen. Die zit al in het programma. Daar ga ik mee aan de gang. Maar ik ga eerst even van een bak koffie genieten en een broodje. Ja. Ook dat gaat allemaal gewoon weer door. Het is gewoon weer door de weekse dag. Het is dinsdag nu, geen maandag. Nee, het is ook de 23e april. Dat, ik heb wel andere dingen te doen dan weg te moeten gaan. Ja, dus ik blijf lekker dit keer thuis. En ook met Koningsdag blijf ik in Den Helder. Ja. Dan zijn er ook leuke, dan wil ik ook naar de Rommelmarkt Cape Holland. Ik wil naar de Schoten, daar is de Oranjemarkt. Dus ja, ik wil gewoon dan hier blijven, niet te ver weg. Want het heeft me heel wat. Het was wel leuk hoor, en gezellig en fijn om met elkaar dit te kunnen doen. Maar het is zo ver weg. Dichterbij, ja, oké, het was een leuk daar niet van. Maar voor de kilometers, dat zit in mijn lichaam nu. Weet je, je krijgt, zij heeft gekneude ribben, nou, hoe komt ze daaraan? Wat denk je? Hobbelop, hobbelop. En je wordt ouder, ze is 10 jaar ouder. Nou, ik heb alles, laat staan zij. Dus ja, ze moet er ook meer om denken. Ik kan je wel zeggen, ja, alles leuke wel, maar wat ik wel weet is dat ik het, geen goede accu's erin heb voor die ritten. Nee, want ik stond helemaal in het rood. Ik was blij dat ik thuis was, want anders dan had ik het niet gered. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, ik ga de koffie en een broodje klaarmaken. En ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Rebecca is alweer geruime tijd naar huis. Mijn huis is dus schoon. Hier is het weer normaal. Behalve de eettafel, daar legt het paaskleed nog wel op. Maar ja. Die is ook zo groot en ik vind het zo zonde dat hij beschadigd, dus ik laat hem maar even lekker leggen. Net zoals dat die er lekker ligt. Hé? Ja nou. Die ligt er ook zo lekker in. Och, wat is dikkie, hè. Och, wat is dikkie, hè. Hij is ook lief, hè. Ja. Zeker te weten. En daar ligt nog eentje, die ligt er ook zo lief. Hé? Ons prinsesje. Die ligt er ook zo lief. Ja, dat ik ga een bakje koffie klaarmaken voor mezelf. En ik ga zo meteen een smoothie klaarmaken. Er staat nog een was met vouwgoed. Maar daar heb ik eventjes geen zin in. Want ik ben ook hier beneden aan het werk geweest. Rebecca boven. Ik ben moe. Ik ben met een vlog bezig. Die is aan het renderen. En drie dagen achter elkaar rijden, dat, nou ja, gisteren had ik 55,2. Even zien, Mary die had het erover dat het eergisteren zo'n dikke 60 was. Ik weet het niet, want dat red ik niet. En 60 kilometer gaat niet met mijn booster, dat red ik niet. Dus zeg maar dat het ook rond de 50, 55 was. En die dag ervoor misschien nou, net zoveel ongeveer, ja. Het zijn ook een best eind weg geweest naar de grote keten. En je gaat niet rechtstreeks, want dat kan ik ook wel, dan weet ik het zo te vinden. Maar zoals zij rijdt, dat weet ik niet te vinden. Overal door plekjes heen, in de kanoroute en dit en dat. Ik weet dat allemaal niet te vinden hoor. Nee, echt niet. Maar in ieder geval, als je dat allemaal gaat doen, via Rome-Keul in Parijs, ja, dan maak je meer kilometers. Dus ik denk dat ik wel zo'n 155 kilometer achter de boeg heb. 3 dagen achter elkaar. Dus het zit me wel eventjes, vandaar. Eventjes time-out. Maar ja, zij heeft gekneusde ribben. En dat vindt ze vreemd.
komt ook door het rijden. Dat kan, want je hebt kuilen, je hebt gaten, je hebt bobbels. Af en toe kun je ze niet vermijden, dan moet je er doorheen en ja, dat doet zeer. En het is toch heel anders dan een auto. Je hebt wel een hoop vering erin, maar toch, het is heel anders dan in een auto zitten. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik heb ook pijn. Enkel, het zijn bij mijn spieren ook en mijn gewrichten ook, maar ik heb niet gekneusd, nee. Verga ik wat van de pijn in mijn spieren, vooral mijn rug. Het is een puinhoop daar van binnen, maar dat doet er niet toe. Daar heb ik mijn masseur weer voor. Ja hoor. Ik kwam daar voor fietsen en lopen, maar die rug die moet nou eerst even weer opgeknapt worden. Voordat ik weer ga echt gaan fietsen en gaan lopen, ja. Maar het komt allemaal wel goed. Ja hoor, zeker weten. Ik ga naar de koffie. En met een koekje erbij en dan ga ik een smoothie maken. Lekker, lekker, lekker. Ik weet nog niet wat ik er allemaal in doe. Ik heb ook een nieuwe vrucht. Ja, hoe heet dat ding? Zit in een doosje. Ja, zit in een doosje. Hij kan al, word jij binnen, man. Wat een dikkie. Een avocado. Een avocado. Ja, zo heet het. Dan gaat er ook één vandoor heen. Dus ja, het komt allemaal goed. Simpel zat. We gaan straks nog lekker mee aan de gang. Nou dacht ik dat hij die kant op een kant half. Maar meneer is hier. Mrouw. Is je mrouw, mrouw? Is je mrouw, mrouw, mrouw? Nee, dat is het bandje. Dat is het bandje van de camera. Ja. Ja, het bandje van de camera wou die meespelen. Moet maar niet. Nee. Hé, kerel. En dat is gewoon water. Hij kan net nog niet zo lang neer. Ja, kijk, gaat hij weer drinken. Doet hij zijn pootje in de bak en die likt hij af. En dan gaat weer een pootje in de bak. Dan likt hij het weer af. Het is mijn eerste poezebeest die dat doet. Ik heb zoveel poezenbeestjes gehad en nog nooit hebben ze dat op die manier gedaan. Wel komisch eigenlijk, toch? Maar maakt het niet uit, ik vind het leuk. Hé? Had je alweer genoeg gehad? Had je alweer genoeg gehad, man? Hé? Had je alweer genoeg gehad? Oh, goeie. Maar oké, okay. Geniet van de dag verder. Het is, de zon die schijnt hier wel, maar het is... dicht. Het is alsof er onweer komt. Zo'n lucht hebben we. Maar oké. Okay. Ik weet het niet. We wachten dat ook maar af. Ik ben blij ook dat ik er niet uit hoef. Er moet wel natuurlijk wel weer van de week boodschapjes komen. Maar zoals die lucht nou is, vertrouw ik het voor geen cent. En aangezien dat deze dame bang is van onweer. En het is wel voorspeld ook van met weekend dat er onweer zou komen. Dus ja, we wachten dat allemaal maar mooi even af. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik zit in de keuken met mijn schort aan. En ik ben met een smoothie bezig. Dan zien jullie al wat ik gedaan heb. Ik moet nou met deze beginnen. Moet ik al op hetzelfde manier klaarmaken dan het andere ding. Ja, noem het maar dingen. Er zit appel in, er zit sinaasappel in en dan, ja, weet ik veel. Ik vergeet iedere keer die namen. Ik moet nou enkel die avocado nog doen. Nou ja, het zal wel allemaal lekker worden, denk ik. Uiteraard ga ik zo meteen ook weer voorproeven. En we zullen het beleven. Ja, deze heb ik dus ook nog nooit gehad, hè, een avocado. Ja, avocado. Heb ik nog nooit gehad, dus we zullen het beleven. Ik zou zeggen, tot strakjes maar weer. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag weer woensdag en we leven op 24 april. En het is 10:23. Ja, ik zit hier weer op mijn begeleider te wachten. Want uiteindelijk, maar dan toch, na veel gezeur en geëmmer, gaat eindelijk de kerstspullen die op de kattenkamer staan, nu naar zolder. Ja, want dat staat daar ook in de weg, want daar verzamelt ook stof en je kan er niet bij om het schoon te houden. Nou,
dan wil ik het gedoe in de zolder hebben. Ja, daar hoort het thuis in de zomerperiode. Wanneer het niet kerst is, behoort zoiets op zolder. Maar ja, oké. Frodo die ligt daar, zeggen te likken en te doen. En Eeuwen die zit te smikkelen en te smullen. En Kanalf is buiten, die heeft nog niks gehad. En die, normaal hoort hij het wel, maar ik heb hem nog niet gezien. Maar doet er niet toe, ik heb wel wat voor hem bewaard hoor. Zo ben ik ook nog wel, ja, ja, ja. Nou, dan zal ik zo meteen even Mary eventjes appen, kijken hoe het daar gaat. Jullie krijgen ook allemaal de groeten van Chrissy. Ja, die heb ik uiteindelijk weer eens een keer gesproken. Ben ik wel weer even blij mee. Met Astrid weet ik niet hoe het daarmee gaat, maar vakantie laat me zeggen vanwege haar dochter. Dus maar dat komt allemaal goed. En ik zit eventjes te eten en aan een bakje koffie en aan een smoothie. Ja, ook dat. En dan gaan we zo meteen aan de slag. Maar ik heb vannacht wel goed geslapen, maar ik werd wakker en toen was ik misselijk. En als dat zo blijft, dan ga ik wel, als die weer weg is, terug mijn bedje in met even wat medicijnen. Want ik heb ook vreselijk last in mijn rug en dan moet ik nog tillen ook. Dus het gaat goed, maar niet heus. Maar ga ik toch wel weer even mijn bedje in. Maar dat wacht ik nog even af. Want er moet ook boodschap gedaan worden. Ook dat. Mijn vleeswaren raakt op. Ik heb geen kaas meer. Dus ja, dat moet wel weer eventjes gehaald worden. Maar oké. Komt allemaal goed. Ik wens jullie ook natuurlijk welkom weer bij een nieuwe vlog. Want dat vergeet ik helemaal door alles. En ook wens ik jullie een fijne dag toe. Geniet ervan, want het is nog steeds mooi weer. En dat hebben we weer in de knip. Ja, ja. Want ze hebben wel weer regen voorspeld en onweer voorspeld. Het boelhuis. Oké dan. Nou ja, het boelhuis. Oh ja, dat zit hier ook. In het centrum. Ik weet al waar. Maar in ieder geval, geniet er zolang het nog kan. Geniet daarvan, want er is onweer voorspeld van vanavond en regen. Dus ja, en dan kan je niet naar buiten toe. Ja, als je moet, moet je natuurlijk, maar dan zit je toch liever binnen. Zoals ik, ja. Nou, ik zou zeggen groetjes en heel veel liefst van ikke. En als je het leuk vindt, een duimpje, hè. Ja, 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 ja. Nou, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, zat ik hier bij mijn goede gedrag te wachten en te wachten op mijn begeleider. Belt hij op een gegeven moment af. Stond meneer met pech langs de weg. Hij kon niet meer remmen. Dus hij had een remvloeistof in gedaan. Dat hielp ook niet. Dus het kan ook zijn remkabel wezen. Dus hij heeft de hulpdiensten ingeschakeld en de man van de garage die heeft hem maar weer thuis gebracht, want ja, er was meer aan de hand. Dus de auto heeft hij momenteel niet en hij kan niet vanuit zijn woonplek naar Den Helder toe komen, omdat meneer geen vervoer heeft. Ja, dus ja, helaas, pindakaas, het is niet anders. En of hij morgen kan komen, dat is ook nog maar de vraag. Dat weet hij ook niet, want het ligt eraan hoe lang die auto in de garage moet staan. Ja, en heeft zijn werk maar afgebeld en de reden verteld. En is zijn cliënt aan het langs gaan om af te bellen van ja, sorry, ik kan niet komen. Nou, dan is het voor hem hopen dat hij makkelijk cliënten heeft. Ja, dan dat is een begrijpen. Er zijn ook mensen die zoiets niet begrijpen. Die denken dat het allemaal om hen draait. Nee, de wereld bestaat uit meer dingen dan alleen nog om jou. Hou jij eens even op te slobberen. Ja? Oh, goed, die spinnenkop. Hij wil niet naar buiten. Het lijkt me of er met hem wat is gebeurd. Dat hij een steentje tegen zijn hoofd heeft gehad door iemand of wat dan ook. Hij was wel buiten, maar hij wil iedere keer weer naar binnen, iedere keer weer naar binnen. Dat... Hou eens op. Hé, hey. Radio. Maar ja, oké.
dat was dus mijn verhaal even. Dat, nou, en ik heb geen internet. Nee, ik kan niet met, ook op mijn mobiel niet hoor, niet met wifi. Dus ik snap er helemaal niks van. Ik heb al geprobeerd te kijken of er problemen waren met Ziggo, maar dat kan ik ook 1, 2, 3 niet vinden, dus ja. Ik kan niet weten. Nee. Dus ja. Ik weet ook niet verder hoe of wat. Ik heb het Roderick in ieder geval al gemeld, maar die zijn aan het werk. Dus dat ziet hij straks wel als hij zijn mobiel weer ter beschikking heeft. Dat ik zou nu zeggen, geniet nog verder van jullie dag en tot later. Ik zou zeggen, doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben even weg geweest om boodschappen te doen. En ik heb een moederdag en een vaderdag cadeautje maar in één gegeven. Ja. Het is namelijk voor de tuin. Een onkruidverbrander, laat maar zeggen. Maar er komt alleen nog geen vuur uit. Het gaat met hitte. Dus ik ben benieuwd. Ik heb het al uitgeprobeerd buiten de schutting. Want dat stukje is eigenlijk ook nog van mij. En net zoals van de voorkant, je behoort zoveel meter van de stoep eigenlijk ook schoon te houden. En, maar ik kom daar nooit. Maar daarom kom ik wel. Dus dat heb ik aan het blazen geweest, laat me zeggen, want het is net alsof die blaast. Maar ik zag niks bruin worden of wat dan ook, dus het is even afwachten. Misschien dat je het de volgende dag pas kan zien, net als met azijn. Misschien dat dit zo ook het geval is, ik weet het niet. We wachten het gewoon af en ik ben met koffie bezig. Heb ik wel verdiend naar de harde arbeid. En ik heb even Mary wat foto's toegestuurd. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, een fijne, hoe laat leven we eigenlijk? Nou ja, bijna 6 uur, dus het is bijna avond. Ik zou zeggen, allemaal smakelijk eten. En een hele fijne avond gewenst. Voor later een welterust en slaap lekker. Morgen gezond weer op. En ze hebben gezegd dat we morgen regen krijgen. Nou, dat is even afwachten natuurlijk. En onweer hebben ze het ook over gehad. Maar ook dat moeten we afwachten. Dus ik zou zeggen, geniet er overal van. Doei doei.